ga één dag leven als een baby. Op dit moment ben ik een volwassen jongen. Dat zal je misschien niet zeggen. En volwassenen gebruiken natuurlijk alleen maar producten voor volwassen mensen. Maar wat gebeurt er als je één dag moet leven volgens één dagschema van een baby? En alleen maar babyproducten mag gebruiken? Gadver! Dit wordt de meest gênante video die ik ooit heb opgenomen, maar ik zou zeggen tegen jullie, doe even een duimpje omhoog als jij geboren bent na het jaar 1994. Ik ben echt heel erg benieuwd hoeveel mensen er een duimpje omhoog gaan doen. En natuurlijk heb ik ook een vraag voor jullie die hierbij past, dus laat je antwoord hier beneden even achter. Op welke datum ben jij jarig? Laten we dan nu beginnen met deze hele rare challenge. Ik ben benieuwd wat ik moet doen als baby als ik wakker word. Laten we dat even gaan onderzoeken. Zoals jullie natuurlijk weten, heb ik ooit eerder één dag als kind geleefd en nu gaan een hele grote stap verder. Ook omdat jullie er heel vaak naar gevraagd hebben. En maken we dus in deel 2 dat ik één dag als baby ga overleven. Ik mag vandaag alleen maar spullen gebruiken die voor baby's zijn. En ik hou me volledig aan een dagschema van een 9 maanden oude baby. Ik heb natuurlijk geen idee wat een dagplanning is voor een baby. Dus ik heb het even gevraagd aan onze grootvriendin Google. En ik kwam dus uit bij deze planning. Dit is een soort van voeding slash dagplanning voor een 9 maanden oude baby. En hier ga ik me vandaag dus aan houden. Het is nu 10 uur in de ochtend en blijkbaar had ik om 7:30 en om 9:30 al een hapje mogen eten. Maar ja, zoals je misschien kan begrijpen, heb ik geen babyhapjes in huis. Dus laten we naar de winkel gaan om babyvoeding te halen voor vandaag. Aangezien ik alleen maar babyproducten mag gebruiken, betekent dus ook dat ik 's ochtends babykleren aan zou moeten trekken. Maar ja, jongens, ik kan het jullie even laten zien. Babykleren zijn niet echt in mijn maat te vinden. Baby's dragen altijd hele vrolijke en gezellige kleding, dus laten we het meest vrolijke en gezellige zoeken in mijn kast. Dit is denk ik wel het meest vrolijke en gezellige wat ik in huis heb, dus laten we deze trui aanhouden, alleen moet ik misschien wel even het prijskaartje eruit halen. Zo. De enige uitzondering die ik vandaag heb is dat ik mijn auto mag gebruiken vandaag. Maar voordat we naar de auto gaan, moet ik natuurlijk mijn schoenen aandoen. En die staan hier al klaar. Kijk hoe klein die zijn. Volgens mij vindt Paco ze ook wel... Nee, wacht, niet mijn schoen meenemen. Kom hier. Check het verschil. Dit zijn mijn schoenen en dit zijn babyslofjes ernaast. Ik denk dat mijn teen hier niet eens in past. Paco, nee, nee. Dit is mijn schoen voor vandaag. Ze is helemaal obsessed met deze slofjes. Voordat we de supermarkt in gaan, moeten we eerst even een groot probleem oplossen. Want heel veel mensen sturen mij steeds berichtjes dat ze geen melding krijgen als er een nieuwe video online staat. Check hiervoor heel snel even of je beneden al op die abonneerbutton hebt gedrukt. En natuurlijk het belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. En dan is het probleem opgelost. Volgens dit schema. Maar moet ik flesvoeding halen of pap? Twee dingen waar ik nou niet echt fan van ben. We staan nu op de babyafdeling en hier staan eigenlijk bijna alle producten die ik vandaag nodig zou hebben. En we beginnen dus bij de flesvoeding. Volgens mij is dit de flesvoeding. Alleen hier staat vanaf 10 maanden. En ik ben vandaag natuurlijk 9 maanden oud, dus ik moet een andere hebben. Deze moeten we hebben vanaf 6 maanden oud. Ik zag ook crackers op het lijstje staan, dus laten we die ook meenemen. Dan moeten we nog een fruithapje hebben en ik denk dat ik voor de appelbanaan ga. We hebben ook nog gekookte groenten nodig, dus laten we kijken wat ik vanavond wil gaan eten. Er is ook zoveel keus, dit is niet normaal joh. Ik zie nog veel meer producten die ik nodig heb. Kijk hier, 1 fles. Ook wel handig. Ik denk dat ik wel alles heb, dus laten we naar huis gaan voor mijn ontbijt. We beginnen de dag met een flesje melk. De laatste keer dat ik dit op heb, was volgens mij ook toen ik een baby was. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit smaakt, zulk poedermelk. Is hier ook een handleiding voor? Spoel de fles schoon. Dit ziet er ook niet echt bepaald heel aantrekkelijk uit. Maar laten we het gaan doen. Laten we 2 schepjes erin doen. En schudden maar. Oh, die top zit er niet goed op. Of hoor je dit soort dingen niet te schudden? Ik snap het niet. En mocht iemand deze tijden zien, die klokken staan niet goed. Dus sorry als je daardoor in de war bent geraakt. Een baby wordt natuurlijk niet gevoed met een normale lepel. Dus daar heb ik een speciale babyhaplepel voor. Een plastic klein lepeltje. Oh, er zit een haar op. Gadver. Maar je vergeet nog iets. Wat dan? Kijk, het is een mega slabber. Ik kan toch gewoon een babyslabbertje om? Nee, dat is normaal. Zo. Wauw jongens, een slabber voor volwassenen is dit, of niet? Ja, het staat geweldig. Bedankt, goed uitgekozen. Eet smakelijk. Ik ben benieuwd of het lekker is. Oh, het lekt. Oh, ik vind het ook heel lekker. Het is goed dat ik hiermee aankwam. Wil jij proeven? Is het vies zeker? Ik vind het niet zo lekker. Oh. Het is helemaal niet lekker. Prank, het is echt moedermelk. Gadver! Nee. Jawel, ik heb het helemaal niet getrokken. Gadverdamme.
Is het echt moedermelk? Grapje, het is uit een pot. Dat is een prank. Nou, ik ga ondertussen aan mijn fruithapje beginnen. Die zal vast lekkerder smaken. Mmm! Ik weet dat ik hier vroeger nooit zin in had, maar dit is echt lekker. Oh, ja. Ja, daar hou je ook van, hè, bananen. Ik heb voor nu wel genoeg gegeten, dus laten we dit verder staan. En dit kijken we nog wel mee wat we hier gaan doen. Laten we anders naar de babywinkel gaan om daar te gaan... hallo. Om daar te gaan kijken wat ik qua entertainment kan vinden voor baby's. Let's go. En ik denk niet dat hondjes daar binnen mogen. Dus jou laten we even thuis. Ja. Sorry. Teleurgesteld nu. We zijn aangekomen bij de babywinkel. En ik weet niet wat het is, maar ik vind het toch altijd een klein beetje gênant om hier naar binnen te gaan. Laten we op zoek gaan naar wat entertainment voor vandaag. Ik zie hier heel veel kleding hangen. Had ik nou maar deze maat kleding, dan had ik dit allemaal aan kunnen trekken vandaag. Ik zie trouwens zoveel zwangere vrouwen hier. Het is niet normaal. Zelfs hier staat er één. Hier ben ik 9 maanden geleden uitgekomen. Ik heb natuurlijk wel iets nodig om 's avonds bij in slaap te vallen. Dus laten we deze meenemen. Hey, Ramelaar kan natuurlijk niet achterblijven. Ik ga jullie vast teleurstellen, want een luier ga ik op beeld echt niet aandoen. Dus daarvoor ben ik even een iets ouder kind. En ik doe het vandaag op één potje. Ja, en er zijn heel veel keuzes voor. Ik denk dat ik voor deze ga. Lekker simpel. Ook handig. Een tandenborstel. Kijk hoe klein die is. Ik heb genoeg entertainment gevonden, op naar huis. Ik ben net thuis en ik moet me toch naar de wc, dus laten we dat probleem heel snel gaan oplossen. En billen passen hier niet eens op. Oh jawel, het past wel. Ik heb daar alleen niet echt een uitgang om te plassen. Ja, dit gaat lukken. Oh. Au, dit was mijn hoofd. Ik denk dat ik dit beter staand kan doen. Het is gelukt en vraag me niet hoe, ik wil het er verder niet over hebben. Aangezien ik volgens dit schema rond 12 uur mijn volgende maaltijd moet gaan eten, moet ik nu eerst eens eventjes gaan slapen. Volgens de planning van een baby ben ik eigenlijk al veel te lang wakker, dus laten we een dutje gaan doen. Van een half uur op zijn minst. En slapen als een 9 maanden oude baby doe je natuurlijk niet zonder. Tut. Ook dit heb ik sinds dat ik baby was niet meer in mijn mond gehad. Maar ja, laten we het maar wel doen, want anders krijg je dit geluid zo meteen. Oeh, gaan we voor groen of blauw? Ik denk voor blauw, want dat past goed bij mijn trui. Ik voel zo raar. En natuurlijk heb ik net in de winkel ook dit gekocht. Als het goed is, val ik hier nog lekkerder van in slaap. Dus laten we die zo meteen ook aanzetten. Nou, dit is geweldig. Dan zeg ik voor nu, weltrusten. Goedemorgen. Ik bedoel, goedemiddag. Moet jullie eerlijk bekennen dat ik hiervan niet in slaap ben gevallen. Dit was veel te actief voor mij. Zoals jullie al weten is het schema van een baby heel erg druk. Dus laten we beginnen met de volgende maaltijd. Voordat ik mijn eten ga pakken wil ik jullie eventjes onze kerstboom laten zien. Want het is eindelijk zo ver. We mochten de kerstboom weer opzetten. Even een gezelliger lichtje. Wij houden ervan om een hele gezellige, maar grappige kerstboom te hebben. Dus dit jaar hebben we weer hele gekke kerstballen. Een van mijn favorieten is natuurlijk deze gouden Happy Cat. De cupcakes natuurlijk. En deze donut vol met glitters. Ik vind dit wel een goede pose voor de Instagram challenge. Dus ik ga zo meteen aftellen en dan maken jullie een screenshot. En als je mij dan tagt op Instagram, dan ga ik jouw foto delen op mijn story. Daar gaan we in 3, 2, 1... Volgens mij is die wel leuk geworden. Voor mijn lunch staat weer een flesje melk op de planning en een bruine boterham met beleg. En dat heb ik nog wel in huis. Nou, laten we mijn slabben weer omdoen. Zo. En dan kunnen we weer gaan eten. Ik heb zo'n raar leven. Ik kan hier echt niet aan wennen. Het is tijd om mezelf een beetje te gaan vermaken, want we hebben nog heel de middag en ik moet natuurlijk wel iets te doen hebben. Nou jongens, ik heb hier iets in mijn handen. Dit is geweldig. Dit willen alle baby's hebben. Het is namelijk een baby speelkleed. En kijk eens hoe vrolijk dit eruit ziet. Er zit ook allemaal speelgoed aan en zo. Ik vind dit een perfecte plek. Zo. Hoppakee. Oh. Paco, dit kleed is voor mij bedoeld, niet voor jou. Ik heb zojuist in de winkel ook deze geweldige... Ja, ik dacht dat het een Ramelaar was, maar het is meer een soort kralenketting gekocht. Ja. Echt een geweldige middag dit. Misschien maakt deze tut het wat gezelliger. Zo. Dit is zo saai. Maar ik bedacht met het volgende. Ik hoef niet altijd alleen op dit kleed niks te zitten doen. Want er is ook baby tv. Ja hoor, er is resultaat. Kijk hier 1 uur lang. Dit is geweldig. Ik ga even tv kijken. Ben zo weer bij jullie terug.
Na een half uur heb ik er wel weer genoeg van. Want het viel me zojuist op dat het alweer 3 uur is. En dat betekent dat het tijd is voor mijn volgende tussendoortje. En ik mag nu een cracker of een soepstengel met een beker water. Ik heb hier een fles water en een soepstengel. Nou weet ik niet of dit echt een baby soepstengel is, maar hij zag er zo lekker uit. Eet smakelijk. Op zich drinkt dit wel makkelijk eigenlijk. Thomas, wordt het nou niet eens tijd voor een wandeling? Want je bent heel de dag binnen en je doet eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk is het tijd voor een dutje nu. Oh, echt? Ik moet eigenlijk slapen. Maar ik heb iets waarbij je kunt slapen en dat je iets kan doen tegelijkertijd. Kijk wat ik heb. Oh, nee. Een echte buggy. Maar moet ik niet in een maxi-cozy? Ja, eigenlijk wel. Maar deze die had ik nog staan, want hier zit ik zelf wel eens in. Nee, grapje. Daar gaan we. Oeh, ik voel hem wel een beetje meebuigen. Echt? Ja. Oh! Ik heb wel wat opstarten. Ja, ik weet het. Oh! Ja, jij moet slapen terwijl. Waar moet ik slapen? Maar waarom blijven we binnen? Ja, ik moet toch eerst testen voordat we de straat op gaan. Ik ben daarheen! Oh! Ja! Oh! Oh. Is hij kapot? Nee, bijna. Oh. Lukt wel lekker zo. Hele leuke wandeling. Ik denk dat het veiliger is als wij gewoon weer terug naar binnen gaan en ik een dutje ga doen. Dat lijkt me een goed plan. Die kant op dus. Lekker rustig ook. Die kant op. Ja, die kant. Een hele goede middag. Ik heb serieus nu wel geslapen. Het is 6:15 in de middag en ik denk dat ik ongeveer een uurtje weg ben geweest. Wat ik wel eerlijk moet aangeven is dat ik echt mega honger heb, want dat eten is echt veel te weinig. Dus laten we nu aan de ene laatste maaltijd beginnen. Mijn avondeten. Ik heb honger en ik hoop dat dit mijn maag gaat vullen. Het is heel weinig, dus ik denk dat we met honger naar bed gaan. Nou, daar is mijn eten. Het ziet er niet echt aantrekkelijk uit, maar wat er wel aantrekkelijk uitziet is mijn bordje. Heel toepasselijk. Dus laten we het daar snel op doen. Dit lijkt meer op wat in de luier normaal zit. Nou, eet smakelijk. Dit smaakt echt helemaal nergens naar. Nou, ik kan niet bepaald zeggen dat ik heerlijk gegeten heb en dat ik een hele volle maag heb, maar ik kan wel zeggen dat ik mijn best heb gedaan. Het is bijna 6 uur. Dat betekent dat het tijd is om deze baby in het babybad te gaan doen en dan lekker te gaan slapen. Dit is mijn geweldige bad waar ik mezelf in ga wassen nu. Natuurlijk was ik mezelf niet met volwassen shampoo, maar met Zwitser. Ik weet zeker dat ik lekker ga ruiken. Jongens, ik denk dat ik alleen mijn voeten hierin kan wassen. Het is echt veel te klein. Maar laten we lekker gaan badderen. Oh, oké. Okay. Oh, hij is wel lekker warm. Ja, ja. Oh, oh. Een beetje Zwitser allebei. Ik ben weer helemaal fris. Voordat we gaan slapen natuurlijk eerst even mijn laatste maaltijd voor vandaag. Zoveel zin in. Oh, dit blijft zo vies. Deze frisse baby is klaar om naar bed te gaan. Maar voordat ik ga slapen moet ik natuurlijk eerst mijn tanden poetsen. Ik denk alleen dat ik hier heel lang mee bezig ga zijn met dit gebit. Nou, op zich gaat het wel hoor. Daar lig ik dan weer heerlijk in mijn bedje. Wat een dag was dit. Ik zeg al heel lang dat ik het leuk vind om een baby te zijn, maar na vandaag heb ik er toch mijn twijfels over. Toch vond ik het een heel leuk experiment om dit één dag uit te proberen. En vond jij het ook een leuke video? Doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. Dan zet ik nu weer dit geweldige ding aan. En dan bedank jullie voor het kijken en zie ik jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. En dan moet ik nu gaan slapen. Om 7:30 in de avond. Welterusten.